Angela, slagwerkster bij Crescendo. Vandaag heb ik voor jullie een aantal dingen meegenomen. En aan de hand van dit slagwerk wil ik jullie eigenlijk een beetje vertellen over hoe het is om slagwerkster te zijn. En welke instrumenten bespeel je nou eigenlijk? Want niet iedereen kent het woord slagwerk. Nou, gelukkig hebben we daar een aantal groepen voor het slagwerk. En ik neem de twee grootste. Als eerste het ongestemde slagwerk. En natuurlijk kennen jullie deze allemaal wel. Dat is het drumstel. Ik heb daar ook nog pauken staan. Ik heb een grote trom. En ik heb daar zo, ik sta ervoor, een gong. Maar laten we beginnen met het drumstel. En dan zijn we nu aangekomen bij het drumstel. Nou, zoals je het ziet heeft het drumstel best wel veel bekkens en een aantal trommels. En ik ga jullie allemaal even laten horen. Dus ik ga even voorzitten. Kijk, je hebt allebei je handen en allebei je voeten nodig om het drumstel te kunnen bespelen. En laten we maar even beginnen met je hi-hat. Je hi-hat, daar zet je je voet op. En dan kan je hem open en dicht doen. En dan heb je ook nog je bassdrum. Die kan je intrappen. Die kan je zachtjes intrappen. Maar je kan hem ook hard intrappen. En dan hebben we hier je snare. Je eerste hoge tom. Je tweede tom. En vaak heb je ook nog een derde tom. Nou, dit is je hi-hat. Kijk, als je hem intrapt. Is hij vrij dicht en anders blijft hij lekker heen en weer. Dan je crashbacken, nog een crashbacken en je raakt. En die speel je vaak wat liever, die speel je vaak. Drumstel. En nu zijn jullie waarschijnlijk ook nog benieuwd naar deze. Dit is de bassdrum. En de bassdrum die gebruik je om lage, zware tonen. Want kijk, hoor maar. Het is erg laag. En je kan er bijvoorbeeld aan denken dat we die gebruiken in een natuurstuk en bijvoorbeeld als het onweert. Kan je enorm goed dat donderen van de wolken kan je naspelen. Nou, heb ik ook nog de gong. Dat is natuurlijk de allerleukste. En net zoals met elk slagwerk, al het slagwerk eigenlijk, je kan het hard spelen of je kan het zacht spelen. Dus bijvoorbeeld met de gong kan ik hem zachtjes spelen. Dan kan die heel erg doorklinken. Maar jullie kennen natuurlijk de gong het leukste als die zo is. Goed afdempen, dan is hij weer stil. Dat is een beetje het grote slagwerk, het ongestemde wat ik heb. Maar ik heb natuurlijk ook een pietring, een tamboerijn, kabassa. Ik heb heel veel dingen, maar ik heb ook deze. En dan denk je, wat is dat nou weer? Nou, dit is de whip. En dat klinkt ook als een zweep. Nou, en die kunnen we ook op heel veel verschillende manieren gebruiken. Dan komen we bij het tweede grote onderdeel van het ongestemde slagwerk. En dat zijn de pauken. Zoals je kan zien hebben we de 1, de 2, de derde en de vierde. En je hoort hoe kleiner ze zijn, hoe hoger de noot. Hoe groter zijn, hoe lager de noten. Nou, pauken zijn echt hele gave dingen om te bespelen. Als je dit eenmaal mooi kan spelen, dan heb je wel veel bereikt in het slagwerk, vind ik. Ik vind het zelf altijd super leuk om de pauken te mogen spelen, vooral als het allemaal zijn natuurlijk. En ja, het is gewoon heel gaaf dat je ook noten kan lezen als je een slagwerker bent. Want meestal denken mensen ook. Dan kan je alleen maar drumnoten lezen, maar nu kan je ook gewoon echte noten lezen. Dus dat vind ik altijd het leukste aan de pauken. En ook de pauken kan je natuurlijk super zacht spelen. Maar ja, het mag ook heel hard. En de
voor jullie een voorbeeldje meegenomen. Kijk eens, dat is nog eens melodisch slagwerk. Met dit soort slagwerk kunnen wij tonen produceren. Tonen die je dus niet met je drumstel kan maken. Bijvoorbeeld een C. Of een D. Of een hele toonladder. Je kan superleuke combinaties van tonen maken. Of je kan... Allemaal dingetjes en trucjes die je kan leren op het melodisch slagwerk. Nou, en dit hoort bij het melodisch slagwerk. Maar we hebben ook nog bijvoorbeeld het klokkenspel. Of de marimba. We hebben echt enorm veel slagwerk. En dan wil ik jullie nu graag vertellen waarom het zo leuk is om slagwerk te zijn. Nou, allereerst kan je natuurlijk zien. Je hebt superveel instrumenten waar je mee mag werken. Je hebt de drumstel, je hebt het melodisch, je hebt de percussiedingen, je hebt de pauken. Dus als jij in een orkest wil spelen als slagwerker, heb jij altijd wat te doen. Als je het allemaal kan natuurlijk, maar je hebt altijd wel wat te doen. Je hebt verschillende partijen gelukkig in het orkest. Ja, de ene keer kan jij bij de percussie staan, de andere keer sta je weer bij de pauken. Dus er is superveel verschillende dingen. En ik kan eigenlijk niet echt zeggen wat nou mijn favoriet is, want ik vind het allemaal leuk om te bespelen. En ik ben ook allemaal eigenlijk heel blij dat ik alles kan bespelen. Want ja, dan hoef ik nooit stil te zitten. Dat kan ik gelukkig ook niet. Dus ik vind het heel leuk dat jullie hebben geluisterd naar mijn filmpje. En ik hoop ook zeker dat ik jullie heb kunnen overhalen om slagwerker te worden in het orkest.